allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En zoals ik jullie iedere keer vertel, kan je met je Q-Time zoveel verschillende dingen doen. Dus waarom niet gewoon gaan naar het Surrey Pop Festival? Nou, dat kan en dat gaat ook gebeuren. Vandaag zit ik met Odette Miranda en ze gaat me daar alles over vertellen. What made is a little Q-Time? Hi Odette. Hi Jelena. Hoe gaat het met je? Ja, ik denk niet dat je echt antwoord wil op die vraag. Het is heel erg stress. Oké. Okay, dus mensen buiten zijn gewoon leuk. En ja, Surrypop en gezellig. Er komt zoveel bij kijken. En je wil de Surrypop beleving wil je voor iedereen gewoon bijzonder maken. En ja, met alle respect, we hebben niet de beste locatie. Het is nog steeds NIS. Hoe je het ook dat verkeerd, daar mogen we denk ik wel eerlijk over zijn, dat er toch wel wat verval is in NIS. En dat kost dus wel extra effort van de organisatie elke keer om het toch wel gewoon een beetje leuk aan te kleden. En natuurlijk ook best wel geld. Ja. Een beetje. Ja. Eén ding wat wel belangrijk is en wat ik zeker weet, is dat jullie het gaan laten lukken. We gaan het laten lukken. Dat gaan we doen. Hoe meer we moeten laten lukken, hoe meer stress. Nog een keer vragen hoe het met me gaat. Zo dus. Ja. Oké, okay, ik ga deze meer vragen. We zijn druk bezig, want dit jaar is het komt eraan. Dus het is bijna weer tijd voor Surrypop. Wat, precies. Wat gaat er dit jaar gebeuren? Want de launch is geweest. Iedereen is laaiend enthousiast. Nieuwe componisten erbij. What's happening? Kijk, uiteindelijk gaat het daarom. Hè? Het gaat om die 12 mensen. Mensen die hoe je ook 30 keer best een avontuur aangaan door te zeggen, ik doe mee. Mm-hmm. Je ziet ook, de mensen zijn in verschrikkelijke spanning. Mm-hmm. Weet je, kom ik in de finale? Ik mag heel eerlijk zeggen dat er ook wel gewoon hele bekende mensen die al eerder hebben meegedaan, ook hebben geprobeerd om in te schrijven, maar het is ze niet gelukt. Dus dat wil zeggen, de mensen die in de finale zijn, je komt er niet in omdat je al eerder hebt meegedaan of omdat je weet hoe het in elkaar zit. Het is toch elke keer weer anders. En het traject van dit jaar, dat bewijst het ook wel elke keer weer. Hoor. Dat het traject om te komen tot die 12 finale composities was dit jaar ook wel heel erg spannend. Maar goed, we gaan niet onze vuile was buiten hangen. Nee, maar dat is gewoon absoluut. Ja, ja. Maar, want er zijn 12 nieuwe mensen dit keer. En dat is, daar ben ik een aantal mee begonnen. Het gaat om die 12 mensen die het avontuur aandurven. Want hoe doe ik dat verkeerd? Het kost veel van je. Mm-hmm. Mensen hebben banen, weet je, een leven. En je moet er mee bezig zijn. En je moet er elke dag mee bezig zijn. Omdat je bent bezig een pareltje te creëren, zeg maar. En dat doen de componisten niet alleen. Dus ik wil van deze plek uit ook bijzondere dank uitspreken aan de arrangeurs. Want uiteindelijk zijn de arrangeurs de mensen. Ze komen niet altijd op de voorgrond. Maar het zijn wel de mensen die craften. Mm-hmm. Samen met de componisten. Dus de componisten zeggen, oké, okay, ik wil dit. Dat hoor ik. Dat zo moet het klinken. Dit is de feel die ik over wil brengen. En de arrangeur is degene die dat vertaalt. Dus hoe doe ik dat verkeerd? Het is een hele... Het is een samenspel tussen beiden. Ja, dus de woorden en de muziek. Ja. Maakt het, laat het leven. De woorden zijn in principe wel vrijwel hetzelfde. Mensen gaan along the way wel een beetje sleutelen aan hun tekst. Maar hun core tekst mag niet veranderen. Het moet hetzelfde zijn als bij de inzending. Omdat je daarop wordt gepunt om in de finale te komen. Dus maar hoe het uiteindelijke nummer eruit ziet, dat wordt wel gecraft. En het is wel heen en weer en op en neer, heen en weer. Het is een traject van komen en gaan. Je moet er echt mee bezig zijn. Mm-hmm. En daarna kom je bij de producent. Mm-hmm. Dat is dit jaar NSO van Dal. Mm-hmm. En de producent, die zorgt er dus voor dat alle 12 crafting projectjes, zeg maar, er zijn. Dat zijn ze nog niet af. Mm-hmm. En dan gaat hij eroverheen. Van, nou, dit toch een beetje meer, dit een beetje minder. Schuif dat, schuif dit, doe dit erbij, dit eraf. En dan kom je eigenlijk, dan heb je een finale product. En daarna gaan we opnemen. Mm-hmm. Dan gaan we in de studio, dan gaan we recorden. Dan krijg je het hele traject met de vocalisten. Dat is altijd ook heel spannend, want mensen weten dit niet. Maar het is niet zo dat you go out and you handpick een zanger. En dan is dat de zanger van de compositie. Je krijgt eentje? Nee, je moet zelf eentje zoeken. Omdat jij weet wat jij wil horen. Dus het is daarom zeg ik, de componisten gaan een traject in. Ze zorgen ook zelf voor een videoclip. Ze krijgen van de organisaties wel een kleine ondersteuning. Mm-hmm. Maar minimaal. De rest doen ze zelf. En dat... It takes a lot. Ja. En ook natuurlijk de edit van de, en de regie van de clip. Ja. Er komt veel bij kijken. Ze zorgen soms zelf voor kostuums, voor locatie, voor visagie, voor een hele cast. Dus het is echt een traject waar er enorm veel bij komt kijken. Dus mensen zien alleen maar het af een mooie product. En het is natuurlijk ook heel fijn, omdat je op die avond wel op het hoogtepunt zit. Mm-hmm. En je daarmee iedereen al hun senses wil laten beleven, zeg maar. Dat is dus uiteindelijk het doel van 3 augustus. Dus daar werken we wel Man en mag aan. Ja. Oké, okay, maar de 12 componisten zijn
gepresenteerd. Ja. De muziek is gelaunched. Het werk is gedaan. En nu werkt Suripop of de organisatie werkt keihard om een prachtige avond neer te zetten op 3 augustus. Want dan gaat het gebeuren. Klopt. En iedereen die thuis kijkt, als je nog niet weet wat Suripop is, shame on you. En als je nog nooit bent geweest, shame on you. Double shame on you. And me, want ik ben ook nog nooit geweest. Maar ik ga dit jaar. Dit jaar gaat ze. Ook al gaat ze alleen. Al ga ik alleen. Ik ga. Maar we kijken nu, hoeveel kost het, hoe laat begint het, hoe kan ik mijn kaartjes al halen, hoe kan ik als een VIP treatment krijgen, hoe kan ik helpen dat de organisatie het beter kan maken dan de vorige keer. Ja, dat is het vooral het laatste. Hoe kunnen we helpen? Nee, we komen altijd handen tekort, sowieso. Goed, je hebt 5 vragen gesteld, dus ik ga proberen alle 5 te beantwoorden, de kaarten. Dus eigenlijk denk ik het beste om de Facebookpage te volgen, want daar is alle informatie voor de kaarten. Er zijn kaarten voor de tribune op dit moment. De early birds zijn natuurlijk al lang uitverkocht. Mm-hmm. Tribunekaarten, die kosten 750 SAD. Die prijs hebben we hetzelfde gehouden als de vorige keer. Mm-hmm. Omdat we goed dat verkeerd willen dat zoveel mogelijk mensen kunnen komen naar Suripop. Want het is wel echt een hele unieke beleving, dat wel. En daarna hebben we natuurlijk nog wat VIP-arrangementen. Wat VIP-stoelen, wat VIP-tafels. Die combineren we met inderdaad een hapje en een drankje. Mm-hmm. Daar moet er contact voor opgenomen worden met het Suripop-secretariaat. Mm-hmm. Want daar alleen worden de VIP tafels, worden verkocht. We hebben ook een speciaal pakket, dat heet Vrienden van Suripop. Mm-hmm. Die kregen van ons toch wel een soort van een beetje een VIP-treatment, maar dan op de tribune. Mm-hmm. Dus je zit wel op de tribune, maar je zit er sowieso op een goede plek in het midden. En natuurlijk op de rijen. Mm-hmm. Maar ze kregen ook een aparte behandeling. Ze kregen een unieke Suripop giveaway. Ze kregen snacks, ze kregen hapjes. Dus dat is echt een Ik denk dat ik ook een vriend van Suripop ben. Ja, ik denk ook dat je vriend van Suripop moet worden. En de laatste paar jaar dat we dit hebben geïntroduceerd, is het heel goed aangeslagen, het Vrienden van Suripop. Omdat mensen toch een beetje een speciaal gevoel geeft. Het is eigenlijk een VIP-treatment op de tribune. Ja. Dat is maar hoe is. Kunnen mensen dan vrienden worden? Want als ik een vriend ben, dan help ik. Ja, zo, hoe kunnen we nog meer vrienden van Suripop maken voor jullie? Ja, nou, je helpt sowieso door de donatie die je doet. Want dat is eigenlijk wat het is. Het is een donatie aan de organisatie. En we geven daar ook wel wat voor terug. Dus het is, we proberen het wel tot een win-win te maken. Right. Maar die experience is dus wel speciaal. Mm-hmm. Want het is een groep van 200 mensen die daar op die sectie kunnen zitten. En de rest van de zaal die moet gewoon zijn kaartje op. Maar de VIP-treatment op de tribune is wel gewoon voor die groep. Dus dat is ook daar voor moeten ze contact opnemen met het secretariaat. De kaarten zijn overigens te koop bij Optiek Ninon in de Hermitage Mall, bij Radio 10, bij het secretariaat en bij Disco Amigo. Daar, want Disco Amigo hebben we al vanaf het begin van Suripop een relatie mee. Mm-hmm. En we laten de relaties, als je eenmaal bij Suripop betrokken bent, laten we je niet meer los. Gaat niet uit. Nee, moet je altijd nog wel iets blijven doen voor ons om het inderdaad samen te laten worden, ja, zeg maar. Ja, gewoon door. Ja. It's forever. Ja. Nou, je ziet er zo enthousiast uit, gespannen tegelijkertijd, maar we houden het aan de positieve kant. Ja. Excited voor wat komen gaat. Ja. En ik wil nog zoveel vragen stellen, maar ik wil niet eens ophouden, want er moet een goede show worden neergezet. Ja. Dus we hebben wel een paar nieuwe dingen dit jaar. Ja. Sowieso gaan de deuren open, hebben we nu al gecommuniceerd om 7:00. En wat we doen is dit jaar een pre-show. Dus dat wil zeggen, er is een optreden voordat de show begint. Mm-hmm. En dat is eigenlijk om de mensen een beetje te stimuleren om vroeg te komen, zodat ze op tijd er zijn om 8:30. Want je wil dat wanneer de eerste performance start, dat die zaal gewoon vol is. Mm-hmm. En mensen hebben toch nog een beetje de neiging om wat later te komen. Dus we willen het nu een beetje stimuleren door te zeggen, we maken er een interessante show van voor 8:30. Zodat je vast opgewarmd bent. Mm-hmm. Dus wat dat betekent, wat dat gaat inhouden, dat is nog een verrassing. Het moet gewoon op tijd zijn. Het moet gewoon op tijd zijn, maar het wordt wel leuk. Mm-hmm. En dan start de show, één ding wel van Suripop, we hebben wel de reputatie dat we klokslag 8:30 beginnen. Volgens mij is in al die 42 jaar is er maar één keer geweest dat we om 8:45 zijn gestart. Dus ja, shame on us. Ja, gelijk. Nee, dus dat is sowieso. Dat is leuk. Dit jaar staan we natuurlijk ook even stil bij Frank Cameron, want hij is natuurlijk de oprichter en onze erevoorzitter, die is ons voorgegaan. Dus we gaan natuurlijk eventjes aandacht besteden aan hem. Dat is niet meer dan gepast. De medley is altijd wel een hot topic in de show, omdat je dan eigenlijk een performance krijgt van alle winnende Suripop-nummers van de afgelopen jaren. En die wordt elke keer weer op een unieke manier gebracht. Deze keer ook weer. En dan heb je natuurlijk de 12
componisten. Ja. En dit jaar hebben we, zoals altijd, ook weer de prijs voor de beste videoclip. Of eigenlijk muziekvideo, moeten we zeggen. En ook de prijs voor de beste performance. Mm. Dus ook al win je niet, maar je hebt een goede performance show neergezet, dan krijg je ook nog een prijs. Ik laat me wel mijn hazen erbij te zeggen dat het gaat om de compositie en niet de zanger. Mensen maken daar nog steeds een fout over. Het gaat om het muzieknummer. Mm-hmm. En niet om de persoon die dat zingt. Omdat dat slechts de vertolker is van het nummer. Natuurlijk zie je altijd als eerste zanger op de voorgrond. En ik bedoel, echt niet Beyoncé. Al de nummers worden geschreven door haar. Er zijn andere mensen die het schrijven. Zij performt het. Maar in dit geval gaat het om het muzieknummer. Ja, maar het is net wat je aan het begin ook vertelde. Is dat de woorden, de compositie, het arrangement, de eindproducent. Er gebeurt veel meer daarachter voordat iemand daar gaat staan en het gaat zingen. Ja, klopt. So the recognition gaat dan naar de componist. Ja, precies. So. De componist wint ook. Die krijgt ook de award. Ook voor de videoclip. Mm-hmm. Alleen voor de best performer gaat het natuurlijk wel naar de vocalist. Omdat de vocalisten zijn natuurlijk ook de dragers van het product. Dus je kan niet aan ze voorbij gaan. Dus we vonden het ook wel belangrijk om hun te erkennen. Daarom is die award in het leven geroepen. Well, good for all of them dan. Dankjewel. Nou, ik ben enthousiast. Ik ga zien hoe 3 augustus in het NIS eruit gaat zien. En ik wil je bedanken voor het komen. Heel veel succes. Ik hoop dat er veel vrienden aanmelden. Dat jullie alles mooi kunnen fixen. Mooie zachte stoelen zo in Nis voor ons regelen. Champagne bij binnenkomt. Je weet toch? De whole shebang. En succes. Oké, dankjewel Jelena. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Odette Miranda bij ons in de studio. En zij is ons komen vertellen over Suripop. Want ook dit jaar is er weer een editie van Suripop. En jullie horen daarbij te zijn. Op 3 augustus wordt het gehouden in het NIS. Ga je kaartjes snel halen voor maar 750 SRD. De early birds zijn op. Als je denkt dat je een vriend van Suripop bent, wat ik weet dat jullie zijn, kan je contact opmaken of opnemen met het secretariaat van Suripop. En daar kan je dan aangeven hoeveel je wilt doneren. En daarvoor krijg je extra special treatment. De whole package wordt voor je in elkaar gezet. Denk je, hey nee, ik wil gewoon VIP zijn, because I belong on the floor with a table, with a snack and a drink. Dat kan ook. Ga gewoon direct weer naar het Suripop secretariaat, want daar ga je je tafel reserveren. Want je gaat erbij zijn, want ook dit jaar hebben deze 12 componisten gewoon geweldige werk verricht. En het wordt een show om nooit meer te vergeten. Jullie gaan daar zijn, ik ga ook daar zijn. En remember, your time plus my time is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.